Ja, Martin Koopman, vanaf volgend jaar hebben we een nieuwe kledingsponsor, Macron. Hoe zijn jullie bij hun uitgekomen? Nou, heel eerlijk gezegd heeft Macron ons een hele tijd geleden al een keer benaderd. Maar goed, we hebben een doorlopend contract met Jaco. Waar we 14 jaar straks een fantastische relatie mee hebben gehad. Laten we er heel duidelijk in zijn. We maken er een heel mooi seizoen van samen. Dus ja, toen dat speelde dat Jaco ging stoppen en aangaf waarom, heb ik onmiddellijk contact genomen met Macron. En we praten bij Macron Sportswear over intussen het derde grootste merk in voetballand. Hè. Dus na Nike, Adidas zijn zij het derde grootste merk op voetbalgebied, puur op voetbalgebied. Dus ja, contact gezocht, een aantal gesprekken gehad en naar Bologna gevlogen. Daar een aantal dagen rondgekeken en alles eens en outs besproken. Nou ja, het was voor ons wel eigenlijk vrij duidelijk dat er een heel mooi, stabiel en groot bedrijf achter zit. Dus dat opende enorme mooie mogelijkheden voor ons als club om verder in gesprek te gaan. Nou, we hadden een contract aan voor 5 jaar, ingaande 1 juli 2022. Dus dat voor 5 jaar is, zegt ook iets over het vertrouwen in beide partijen, hè. Zij in ons en wij in hen. Waarbij zij de officiële kledingleverancier zullen gaan worden voor de sportskleding wat betreft Sport op Heerenveen. Dus voor de selectie, voor de belofte en eigenlijk alles ook dus voor de fanstore. Dus ja, dat wordt een unieke ervaring. We gaan daar echt een enorme stap maken, denk ik, qua fashionable denken en doen. Op zijn Italiaans. Hè? Dus die weten wat stijl en wat passie is. Dus dat zie je ook onmiddellijk terug. En de hele aanvliegroute is ook totaal anders. Doordat het bedrijf anders geconstrueerd is dan dat we gewend zijn. Nou, wat ze ons voornamelijk kunnen bieden, dat is eigenlijk wel een enorme uitdaging. En het woord uitdaging staat ook direct in de gesprekken opgesloten. Zij zeggen gewoon, hier is de tekentafel, wat willen jullie? Nou, kijk, ons thuisje is ons thuisje, daar zit ons heritage achter. Dat moeten we ook altijd heel sterk behouden. Daar willen we elk jaar proberen iets in te vertellen en iets mee te nemen. Hè? Zoals we afgelopen jaar het shirt hadden voor het 100-jarig bestaan met 100 jaar en al die details. Nou, dat hebben we uitgelegd. Vanaf de tekentafel wordt het eigenlijk opgebouwd. Dus er is niks en zeg maar wat je wil, dan bouwen we het voor je, dan maken we het voor je, dan produceren we het voor je. Dus dat is een andere manier van aanpak. Daarnaast, ja, we praten over een bedrijf wat bij meer dan 50 clubs, professionele voetbalclubs, bezig is om diezelfde deal te maken die ze met ons hebben. Dus wij sluiten daarin een fantastisch rijtje aan van Bologna als Nice, als Nottingham Forest en dat soort bedrijven waar ze dus ook al 10, 15 jaar mee werken. Dus dat geeft ons ook heel veel vertrouwen voor de toekomst.